Een avond in Brussel, een van de grote vergaderzalen van het Europees Parlement. Een paar honderd Nederlanders zijn hier naartoe gekomen voor het eerste debat tussen de lijsttrekkers van 7 grote politieke partijen die meedoen aan de Europese verkiezingen op 22 mei. Het is een soort van generale repetitie, want ze zullen elkaar nog heel veel tegenkomen de komende weken. VNO-NCW was een van de organisatoren van het debat dat bedoeld was om de verschillen te laten zien. Bijvoorbeeld tussen Dennis de Jong van de SP, die niet zoveel moet hebben van die strenge begrotingsregels, en Sophie In het Veld van D66, die zichzelf een gepassioneerd en rechtgeaard Europeaan noemde. Maar ook tussen Paul Tang van de Partij van de Arbeid en Hans van Balen van de VVD. In de Haagse politiek zijn ze het eens over bijvoorbeeld een streng begrotingsbeleid. Maar in Europa staan ze weer ouderwets tegenover elkaar. Politieke verschillen, daar gaat het om in zo'n debat. En dus vooral om de vraag, waarom zou ik op uw partij stemmen? Dat is heel eenvoudig. Bijna alle andere partijen willen op microniveau alles gaan regelen. GroenLinks is groen, maar ook links. En dat heeft bijna elke politieke partij. Wij zeggen, geef nou ruimte aan de markt. Ga niet met te veel regels werken. Beperk je als overheid, want de overheid groeit nog steeds op elk niveau. Ruimte voor de markt, ruimte voor de ZZP'er, ruimte voor de ondernemer. Ja, het verwijt was ook vanavond meteen van u heeft voor elke kwaal ook maar één geneesmiddel, een soort Haarlemmerolie, die markt. Ja, en dat is ook echt de Haarlemmerolie. Want ik heb ook gezegd, wil je bijvoorbeeld op sociaal gebied voor mensen op lidstaatniveau wat kunnen betekenen, uitkering voor mensen die dat echt nodig hebben, moet je een sterke economie hebben, anders heb je dat geld gewoon niet. Omdat mijn partij zegt, geen rare discussies over uit Europa gaan. Als Nederland horen we daar, verdienen we daar ons brood. Maar we hebben een geloofwaardige Europa of Europese Unie nodig. Met focus op de kerntaken en niet allerlei onnodige details. U zegt ook keihard vasthouden aan die 3%. Hè? Ik zeg zeker vasthouden aan die 3%. Waarom? Aan de ene kant omdat het onverstandig is om de volgende generatie met nog hogere schulden op te zadelen. Maar ook omdat het een kwestie is van geloofwaardigheid. Als je van Nederlanders vraagt om de broekriem aan te halen, kan je niet Frankrijk na 2 jaar het voordeel van de twijfel nog een keer een jaar in spijt geven. Omdat GroenLinks heel duidelijk kiest voor industriebeleid, oftewel de politiek moet duidelijkere keuzes maken bij het industriebeleid. En ten tweede, en dat is wat GroenLinks ook doet, wij kiezen heel duidelijk. Wij kiezen voor een groene economie, een toekomstgerichte economie die ons minder afhankelijk maakt van fossiel. Die echt gaat kijken naar waar zitten de groeimogelijkheden. Denk aan zoiets als biobased economy. Dat soort zaken. Doe het duurzaam, maak je minder afhankelijk van Poetin en doe het schoon. Voor heel veel bedrijven is er dus onder GroenLinks geen toekomst meer. Voor die bedrijven die zeggen nee, wij willen in fossiel blijven handelen. Ja, dan wordt het lastig. Omdat D66 gelooft in de kansen en het potentieel van Europa. We moeten nu heel snel gaan werken aan het afbreken van barrières in de interne markt. We moeten echt een interne markt voor diensten krijgen. Handel op het internet in de interne markt zonder grenzen. Een energiemarkt, daar heeft meneer Poetin ons op gewezen. Maar allerbelangrijkste, stormvast maken van de eurozone. We hebben hem net gered. Maar mensen moeten weer vertrouwen krijgen om te investeren in Europa, te consumeren in Europa. En om weer nieuw personeel aan te nemen in Europa. U bent een ras-echte Europeaan, zei u net. U gaat wel tegen de tijdgeest in zo langzamerhand, hè, in de Nederlandse discussie. Ja, ik denk dat dat heel gezond is. En ik denk dat we te makkelijk vergeten wat voor goud we in handen hebben met Europa. En als je niet even naar onszelf en onze eigen navels kijkt, maar naar de wereld. Als je kijkt hoe China in opkomst is, hoe sterk de VS nog steeds zijn, India, Brazilië. Dan moeten wij als Europa echt een tandje bij gaan zetten om onze voorsprong te behouden. Maar we kunnen het wel. En dan ging het toch ook over Nederland. De PVV, onze enige anti-Europa-partij, was niet aanwezig. En misschien daarom kreeg Hans van Balen de vraag waarom die VVD in Nederland niet meer zo pro-Europees lijkt als vroeger. Ik ben, laten we zeggen, een discipel van Frits Bolkestein. Je bent geen discipel van Mark Rutte? Ik ben een discipel van Frits Bolkestein en ik ben een goede collega van Mark Rutte. Bolkestein heeft dat al gezegd, al heel lang geleden. Dus toen was er geen PVV, er was geen fortuin. Wij geloven dat de overheid zijn werk moet doen, maar ook niet meer dan dat. Of dat in de gemeente is, in het Rijk of in Europa. Dus we zijn niet anti-Europees en we zijn ook geen applausmachine.